Ga dan. Hi. Hey. Wat ga je precies doen? Ik ga naar Shanghai. Nou, we zijn er, bemanningencentrum. En wie komen er nou precies allemaal in het bemanningencentrum? Nou, al het cockpit en cabinepersoneel van alle luchtvaartmaatschappijen die vanaf hier vertrekken, vanaf Schiphol. Die komen hier sowieso. Ik moet mijn paspoort natuurlijk bij me hebben. Dus die haal ik hier doorheen. Dit is de kofferruimte. Hier mogen we allemaal de koffers neerzetten en dan worden ze vanaf hier op een karretje naar het vliegtuig toe gereden. Hier is de KL893. Het personeel heeft altijd van die grote koffers bij zich van de KLM. Waarom is dat eigenlijk? Nou, omdat we ook soms een vlucht hebben dat we heel erg lang weg zijn. En dan moeten we toch een flinke koffer mee kunnen krijgen. Maar ik denk dat als je het aan collega's vraagt, dat sommige stewardessen nogal klein eerder vinden. Mag ik eventjes mijn daggeld opnemen? Ook leuk. Dat is het geld waarvan we kunnen leven op de route. Eten en drinken kunnen halen. En als er dan nog iets overblijft, ons een beetje mee kunnen vermaken. Ik kom uit een echt luchtvaartgezin. Want mijn vader die was senior purser. Die is 40 jaar in dienst geweest bij de KLM. En mijn broer die is ook steward. Ook getrouwd met een stewardess. Dus ja, het zit wel in de familie, kan ik wel stellen. En ik kan wel zeggen dat ik het nooit echt heb gezien als baan. Het is echt een way of life. Nou, dan hebben we hier cockpit briefing. Hier melden de piloten zich en kunnen dan informatie ophalen, vluchtplannen, weersvoorspellingen en dergelijke. Vervolgens onderling bespreken, zodat ze ook goed voorbereid zijn op de vlucht. Hebben jullie nog nieuwe overhandschoenen? Daar. Top. Hartstikke bedankt. Wat zijn dat? Dit zijn overhandschoenen. Die hebben we toch wel nodig. Die gebruiken we aan boord om de maaltijden uit de ovens te halen. Dit is de purser voorbereidingsruimte. Ja, die zitten de briefing voor te bereiden en zitten te bespreken hoe ze de vlucht gaan aanpakken en wat zo duidelijk aan ons wordt gebriefd. Ga dan. Hoi. Flying time today will be 10 hours and 10 minutes and the time difference will be plus 7. I wish you all a very good flight. Leuke crew. Het lijkt heel gezellig, ja. Ja, er zitten sowieso een paar echte Amsterdammers ertussen, dus dat maakt het altijd wel gezellig, vind ik. Nou, hier zijn we. Maar voor mij gaat het nu pas beginnen natuurlijk. Nou, de kranten liggen klaar. Ik zie de passagiers al aankomen. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Oké, goede vlucht. Dankjewel, hè.